Ik ben een gezegende man. Ik heb pas een zoon gekregen en ik ben getrouwd. Ik heb een mooi huis. Maar het voetbal staat wel bij mij altijd op nummer 1. Ja. Schalkwijk laat zien dat hij amper kansen nodig heeft. Het is natuurlijk een bijzondere weg wat ik heb bewandeld. En dat maakt nog een stukje trotser. Ik heb geen BVO, ik heb geen JVOZ. Ik heb niet bij de hoogspelende clubs in Zeeland in mijn jeugd gespeeld. Ja, en dan sta ik toch waar ik hoor te staan. En dat is nu bij Hoek. Maar Schalkwijk werd groot bij Walcheren, waar hij de jeugd doorliep. Ja, dat was wel leuk. Het was natuurlijk een beetje een vlissingsschofje. Ja, en hij zou het wel even doen. Hij zou het wel even laten zien. En dat viel tegen. En op een gegeven moment had ik het idee dat hij geprikkeld moest worden. Toen hebben we hem 2 wedstrijden met de tweede mee laten doen. Nou, dan schoot hij er echt gewoon meer dan normaal in. Nou, toen heb ik gezegd, nou laat het maar zien in het eerste. En erin en nooit meer eruit. De dan nog jonge Steve Schalkwijk maakt daarna snel naam op de Zeeuwse velden. Hij blijft scoren, altijd en overal. Ja hoor, daar is hij. 1-0. Schalkwijk en Wissel. We kunnen elkaar blindelings vinden. Ik heb natuurlijk niet echt de kwaliteiten en talenten gehad in mijn voeten. Ik heb het allemaal op het mentale gedeelte gedaan. Hè. Alles op hard werken, daar begint het bij. Ik weet nog dat hij in de zomer, hè, dan lagen alle jongens hier op het strand. En hij ging ook wel naar strand, maar hij trainde ook wel gewoon. Hij was 7 dagen in de week was hij gewoon bezig met zijn sport, met zijn voeding. Mooi voorbeeld is tegen GVVV, hè. Stonden we 4-0 achter. Kwam ik erin, scoorde er nog 3. Dat laat wel zien dat we voor mentaliteit hebben. Een spits die makkelijk scoort, al jaren. En als je vraagt hoe typeer je hem als spits, hè, dan is het echt een spits die vooral in de diepte heel gevaarlijk is. En dan is hij ook bijna niet te stoppen. En vaak is 1-op-1 met een keeper is vaak gewoon een doelpunt. Steve is echt iemand die loert op die counter of op die ruimte en die het liefst die bal in de diepte heeft, want hij heeft ook die snelheid. Dus op dat geval is hij wel complementair bij mij. Waar de bal ook rolt, altijd wordt Steve op de voet gevolgd door moeder Angelique en vader Hans. Het gegeven dat hij dit heeft bereikt, zie ik een twinkle in his eye. En dat doet ons heel erg goed. Doem! Door, door, door! Het lijkt het perfecte jongensboek. Een voetballer die via een omweg alsnog de top haalt. Maar in 2018 neemt het leven van de voetbalfamilie Schalkwijk plots een dramatische wending als broertje Owen onverwacht overlijdt. Het overlijden van Owen heeft er niet echt zozeer toe bijgedragen dat we extra... Maar Owen was ook helemaal gek van het spelletje. En gek van zijn broer. Owen is nooit ver weg, zelfs niet op het veld. Als eerbetoon draagt Steve rug nummer 20. Zijn 20ste competitiegoal was er een met extra glans. Ik heb nog toen hij bij Stappers uit heb nog gevraagd van de arbiter of ik mijn shirt uit mocht doen en om mocht draaien. Maar dat zou me een gele kaart kosten, dus dat heb ik niet gedaan. Maar achteraf is dat natuurlijk wel een prachtige goal. Ik weet dat Steve mij vertelde dat hij voor zichzelf had bepaald na het overlijden van Owen op 20-jarige leeftijd. Dat hij zei, ik speel alleen maar met de nummer 20. En dat zal ook zelfs een voorwaarde zijn, wil ik überhaupt naar een club gaan. Als ik niet de nummer 20 krijg, dan ga ik daar niet eens voetballen. Inmiddels speelt Schalkwijk met rug nummer 20 alweer 3 seizoenen bij Hoek. Het hoogtepunt dit seizoen was zijn treffer tegen eredivisionist Heerenveen in de KNVB-beker. Zijn er nog wel eens momenten dat je denkt van, ik had misschien zelf wel dat betaald voetbal kunnen halen? Ja, die momenten die zijn er zeker. Ik denk dat mijn loopbaan heel anders eruit had gezien als ik in de Randstad had gewonnen. Wat wil je nou eigenlijk nog graag bereiken als voetballer? Nou ja, een promotie naar 2e divisie. Dat zou mooi zijn. Je moet natuurlijk het hoogst haalbare uit jezelf halen. En nog mijn trainingsdiploma. 2 weken geleden heb ik het nog met hem over gehad. Hij wil hier heel graag ook trainer worden in de toekomst. Misschien over een paar jaar jullie samen aan het roer. Dan is hij de man die het voor het zeggen heeft en ik ga hem daarbij helpen.